Welkom bij Het Lekkerste van Gelderland. En vandaag vanuit Nijmegen. Het oude, het leuke, gezellige en vooral het lekkere Nijmegen. En wat is dan het gerecht wat het meest bij deze stad hoort? Dat is natuurlijk het Nijmeegs Mariekebrood. Vernoemd naar de legende Marieke van Nijmegen. Ja, en wat zit er nou echt in dat Mariekebrood? Ja, ik heb het geprobeerd te ontleden. Kijk, het is een soort van krentenbrood aan de buitenkant en aan de binnenkant zit room, zit spijs, zitten lekkere dingen. Deze is vers gebakken vanochtend. Ruikt heerlijk. Nou, in de komende aflevering ga ik op zoek naar de oorsprong van het Mariekebrood en naar de Nijmeegse thuisbakker die het lekkerst kan maken. Welkom bij Het Lekkerste van Nijmegen. Vandaag dus Nijmegen op het menu. De stad aan de Waal die de titel oudste stad van Nederland draagt. Buiten het historische centrum is de Waalbrug een van de herkenbare iconen van de stad. De brug die in de oorlog door de Nederlanders zelf werd opgeblazen en door de Duitsers weer werd opgebouwd, speelde een rol in Operation Market Garden. Maar ook in de daarop gebaseerde film A Bridge Too Far. Buiten alle plekken met een rijke historie is Nijmegen een stad die ruimte geeft om juist nieuwe ideeën en initiatieven te starten. Zoals in de oude honingfabriek. Maar Nijmegen is ook de geboortegrond van Frank Boeien en zijn liefdevol bezongen Kronenburger Park. En we kennen Nijmegen natuurlijk van het jaarlijkse grootste terugkerende evenement van Nederland, de Vierdaagse, met zijn Vierdaagse feesten. De plek waar een sportief evenement en een leuk feest al jaren een groot succes is. Het lekkerste van Nijmegen. Wie maakt me los? Ja. Goeiedag, mag ik u iets aanbieden namens Omroep Gelderland? Een klein puntje van iets heel lekkers. Lekker. Goed, hè? Mm. Ja, hij is dagvers. Mm. Heb je enig idee wat het is? Iets van een krentenbrood met spijs. Ja. Een beetje amandel. Mm-hmm. Rozijnen, maar dat kan je ook zien. Ja. Een beetje room, wordt spijs, zit erin. Ja. Maar wat de naam is van dit, van deze lekkernij? Niet, je hebt hem nog nooit op? Nee. Het is Mariekebrood. Heel goed. Weten jullie ook hoe dit heet? Is het Mariekebrood? Heeft... Ja, hebt hem. Maar heb je enig idee waar het vandaan komt? Wie het ooit bedacht heeft? Ik denk Marieke zelf. Echt waar? Dat Marieke zelf het voor het eerst gemaakt heeft. Die heeft het recept bedacht. Ja. Heb je enig idee? Ja, Marieke van Nijmegen. Ja, daar is het naar vernoemd. Maar zou die het zelf ooit gemaakt hebben? Nee. Weet jij dan misschien ook waar het Mariekebrood vandaan komt? Wie het ooit bedacht heeft? Nee, dat weet ik nou weer niet. Echt niet? Nee. Och, Marieke. Dit is het Mariekebrood. Het beroemde, beruchte... Marieke is op stap gegaan met de duiven, hè? Ja, Marieke is op stap gegaan met de duiven. Maar daar proef je niks van, hè? Toch? Het is hemelszalig. Hemel zelfs. Alsof een engeltje over je tandpiet zijn te voelen. Ja, dus het is niet duivels, maar het is hemels. Hemels. Nou. Maar in hoeverre smaakt het naar Marieke? Nee. Ja, ik heb Marieke nooit geproefd. Het was net voor mijn tijd. Ik denk dat je naar een bakker moet. Naar een bakker. Dat is misschien wel een goed plan. Ja, iedereen is het erover eens. Het Mariekebrood is lekker. Maar waar het vandaan komt? Ja, bij Marieke kan ik niet meer terecht. Maar bij een bakker misschien wel. Is een bakkersfamilie ook goed? Eén familie is namelijk als allerbest op de hoogte van het ontstaan van het Mariekebrood. En dat is de familie Klaassen. Ja, en hier sta ik bij drie dames die wel weten hoe het zit. Want ik ben de straat op geweest. Iedereen vond het lekker, dat Mariekebrood. Men wist niet allemaal dat het ook echt het Mariekebrood was. Maar als ik dan vroeg naar de herkomst, waar komt het nou vandaan? Hè? Was het ooit, zoveel eeuwen geleden, Marieke die dat maakte voor de duivel? Of waar is dat? Nee, dat is dus niet zo. Jullie weten precies, hè? Mechtelt, Gieten en moeder Jannie, Klaassen, allemaal, familie Klaassen. Jullie weten als geen ander waar het Mariekebrood vandaan komt. Nou, wie?
Help ons allen uit de droom. Daar komt ie. Begin jaren 80 was er een wedstrijd van Nijmeegse bakkers om een typisch Nijmeegs product te maken. Mijn vader, onze vader, man van mijn moeder, Ben, die was bakker en die heeft meegedaan aan de wedstrijd. En die heeft uren gezeten om smaakjes te proeven en iets te bedenken. En uiteindelijk is daar voor hem dit uitgekomen. Dus dat heeft hij ingebracht in de wedstrijd. En de jury heeft dit gekozen uiteindelijk als het typisch Nijmeegse product. En ook zo dus genoemd als Nijmeegse mariekebrood. Maar dat ben je niet. Dat betekent dat het authentieke, echte mariekebrood is slechts 40 jaar oud. Ja, klopt. In tegenstelling tot het verhaal van Marieke natuurlijk. Ja, Marieke is natuurlijk veel ouder, maar dit is 40 jaar oud. En ooit bedacht door jullie vader, uw man, de bakker, om de wedstrijd te winnen. En hij won. Ja. Ja, hij is hier vandaag helaas niet bij. Nee, hij is helaas op 42-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ja. En dit is wel een product wat hem... Dit is zijn trots en dit is nu jullie trots. Zijn grote trots. Zijn grote trots. Janni, ben jij ook betrokken geweest bij het ontwerpen, bij het bedenken van het Mariekebrood? Want daar zit van alles en nog wat in, hè? Ja. Hij heeft het zelf bedacht, maar ik heb wel heel vaak mee moeten proeven. Ja? De ene keer kwamen er kersen in, de andere keer kwamen er abrikozen in. Hij liet verschillende smaken. Uiteindelijk is het dit geworden. Ja, en als ik je nu vraag, wat zit er nou in? En wat van de buitenkant, het lijkt niet echt op een brood, het lijkt meer op een taartje, op een soort fly, maar dan gesloten. Wat zit er nou in? Wat zijn de belangrijke ingrediënten in het Mariekebrood? Luxe krentenbrooddeeg. Ja. Daarin heb je banketbakkersroom, mandarijnen, amandelspijs en kaneelsuiker. En dan is er nog iets, hè? Gita, daar kun jij misschien wat over vertellen, want dit is ook belangrijk. Ja, mijn vader vond het zeer belangrijk, buiten de smaak, dat ook het complete plaatje er perfect uitzag. Zoals je ziet, het silhouet van Mariekebrood vinden wij ook als familie echt het echte Mariekebrood. Dus niet al helemaal met poedersuiker, maar voorkeurig afgewerkt met het silhouet van Mariekebrood. Nou, we gaan jullie straks weer zien als we gaan jureren. Ik ben heel nieuwsgierig wat ze ervan bakken. We weten in ieder geval wat erbij komt kijken en wat er allemaal in moet en hoe die eruit moet gaan zien. Het echte Mariekebrood. Yes. Tot snel weer. Dank jullie wel. De room en het silhouet van Marieke zijn dus de dingen waar de jury goed op gaat letten. Op naar de thuisbakkers die gevestigd zitten in en rondom Nijmegen. Monique, je bent al lekker bezig. Hè? Ja, klopt. En voor jou is het, ja, appeltje eitje is niet het goede woord, want er zit natuurlijk geen appel in. Maar mandarijntje eitje eigenlijk. Want jij hebt het officiële echte Mariekebrood al vaker gemaakt. Heb ik al vaker gemaakt, ja, dat klopt. Ja. Wanneer heb je het voor het eerste keer gemaakt? Ik kwam een jaar of 4 geleden voor het eerst achter het recept. Ik was al heel lang aan het zoeken geweest, omdat ik het al echt wel lekker vond. Ja. En een jaar of 4 geleden werd het recept bekend. En toen ben ik begonnen met het af en toe te bakken. En jij zegt het recept werd bekend? Ja. Heb je het op internet gevonden? Dat was op tv. Echt waar? Ja. En ik ben gaan meeschrijven. En gaan uitzoeken hoe dat ik dat dan precies kon gaan doen. Nou, ik ben Monique, ik ben 53 en ik woon in Bemmel. En dus... het deeg, daar heb je ook je eigen touchje aangegeven? Daar heb ik mijn eigen touchje heb ik daar aangegeven. Daar zit sinaasappelsap en sinaasappelrasp zit daarin. Kijk, nou ga ik de vruchten er doorheen mengen. Ja. Wat ik het leukste vind is om gewoon het originele recept te zien en om daarnaast te gaan denken van wat kan ik hiermee? Kan ik hier gewoon een eigen draai aan geven? Kan ik hier dingen aan veranderen, aan verbeteren misschien wel? Dat het echt een beetje meer mijn eigen brood wordt. En ook die vruchten die zijn anders, omdat het normaal zijn het dan rozijnen en krenten. En ik heb daar tutti frutti van gemaakt. Wat er dan ook nog anders aan is, is dat er sinaasappelsap in zit en sinaasappelrasp. En in plaats van normaal water heb ik spaarwater gebruikt, bruiswater gebruikt. Jacques, nou schijnt het een redelijk geheim recept te zijn voor het Mariekebrood. Hoe ben jij aan het recept gekomen? Nou, ik ben natuurlijk even gaan googlen, want ik kende het recept natuurlijk ook niet uit mijn hoofd. Nee? Oké. Okay. Ik wist dat het een krentenbrood deeg is, een verrijkt deeg. Dus ik ben even gaan googlen en dan, dan kom je natuurlijk van allerlei dingen tegen. Hè? Mijn naam is Jacques van Ewijk, ik ben 55 jaar, ik word in december 56 en ik ben heftruckchauffeur. Ja?
Wat ben je tegengekomen? Ja, bepaalde vullingen die ze erin doen. Ja, en kijk, ik doe er een klein beetje een eigen vulling bij. Je maakt er een Jacques-touch aan. Ja, kijk, dat vinden we altijd fijn hoor. Het basis. Kijk die beweging. We hebben hier te maken met een prof, hè? Even voor de duidelijkheid. Tweede seizoen Heel Holland Bakt. Heel Holland Bakt, ja. Hoeveel weken heb je het volgehouden? Ik heb het 7 weken volgehouden. 7 weken volgehouden. En toen ging mijn koekhuis aan het diggelen. Oh, en nu komt de zoete wraak in de vorm van het Mariekebrood. Ik hoop het. Wordt het je eerste Mariekebrood? Nou, ik heb natuurlijk wel even wat geoefend. Ja, en? Maar ja, volgens mij zijn ze best goed geworden. Dus, en ik, ja, wat ik zeg, ik doe er zelf iets anders in dan wat er standaard in hoort. Wat doe je daar? Ik bedoel, ik hou dat voor me. Wat is de Jacques Touch? Nou, wat ik er extra in doe, buiten de mandarijntjes die erin komen, is A, zelfgekookte maquetbakkersroom. Dus niet in een pakje. Nee. Zelf koken. Ja. En ik doe er wat amarene kersen bij. Ah, jongen. Amarene kersen. Ja, super. Het zijn een beetje de bekende ingrediënten, maar wat me opvalt is dit flesje. Ja, dat is een heel fijn product. Ja, wat is het wel? Een vanille-extract. Echt waar? Ja. Dus de vanille die krijgt een extra boost? Juist. Is dat het geheim van jouw Mariekebrood? Ja. Ja? Ja. Want iedereen heeft zijn eigen manier, eigen versie van het Mariekebrood. Maar je moet toch bij het recept blijven. Ja, je moet bij het recept blijven. Oké. Ik ben Wil Roos, ben 73 jaar, geboren in Nijmegen. Ik bak, ik heb vroeger wel veel gebakken. Toen jaren niet meer en nu bak ik sinds 3 jaar weer. En nou heb ik begrepen dat jij iets bijzonders gedaan hebt met dit deeg. Nou, met het deeg, ja. Ja, eigenlijk met de rozijnen. Met de rozijnen. Ik heb mandarijnen van een Napoleon, mandarijnenlikeur gekocht. En daar heb ik ze dus de hele nacht in laten trekken. Echt waar? Ja. En dat geeft een lekkere smaak. Jij hebt stiekem een alcohol... Juist. En dat is geloof ik dit, hè? Dit, ruik maar eens. Dit zijn dan de mandarijnen. Ja. En dan met... Ja. 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 Ja, ik drink geen alcohol dus. Ja. Nou, maar zo, als ik het zo ruik, is het heftig. Nou. Monique. Ja? Het moment suprême. Want hij komt nu uit de oven. Hoe lang heeft hij gebakken? Hij heeft nou een half uurtje gebakken. En hij is ook inmiddels ook weer afgekoeld een beetje. Hij is ook al afgekoeld. Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Kijk even. Oh! Oh. Ja, dat ziet er goed uit. Nou, hè? Ben je tevreden? Ik ben best wel tevreden, ja. Uiteraard is mijn brood natuurlijk het allerlekkerste. Dat is vrij logisch. Het zou ook heel gek zijn als je zou zeggen van mijn brood is gewoon niet het lekkerste natuurlijk. Nou, je hebt er gewoon echt heel erg je best op gedaan. En ik krijg ook best wel heel veel goede kritieken terug, zeg maar. Gewoon dat het ook echt heel erg lekker is. Dus, Maar jij gaat nog even aandacht vestigen op het linkerbeentje van Marieke. Ja. Voor de rest vind ik hem top. Ja, netjes hè? Ja, denk ik dat je echt trots kunt zijn. Ja, ik bak al best wel lang. Ik heb vanaf mijn 14e tot mijn 17e in een bakkerij gewerkt. Gewoon op zaterdag hulpje. En van daaruit is eigenlijk het bakvirus overgeslagen. Weet je wat hier mooi aan is? Nee. Dat is rekenen. Wiskunde, scheikunde. Hier gebeurt iets straks. Ja. En dat is mooi. Hier gebeurt iets. Dat is alles lukt, hè? Hé, hey, laat me op. Laat me op. Ik ben gewoon even heel nieuwsgierig. Jacques loopt iedere keer naar boven. Daar schijnt ook nog een aparte ruimte te zijn. Is een soort van geheim. Jij hebt hier... Oh, kijk nou toch eens. Nou. Kijk hier nou toch eens. Ze heeft zijn eigen bakkerij hier gewoon. Ja, dit is hetgene waar de magic... Kijk nou toch. Dit is waar de magic happens. Dat is gewoon zijn eigen mini-bakkerij in de babykamer. Hij moet het niet gekker worden. Ja, dit was de slaapkamer van mijn dochter. Dus dit is mijn... En even voordat mensen gaan brieven gaan sturen en zeggen... Ja, maar het is niet meer eerlijk. Het is gewoon fork heft. Heftruckchauffeur, ja. Heftruckchauffeur. Absoluut. Gewoon. Ik werk en dit gewoon als hobby. Ja. Beetje, misschien een beetje uit de hand gelopen. Ja. Kijk. Oh, kijk even. Oh. En dit is hem geworden, jongen. Dit is hem. Oh. Geweldig. Geweldig. Of niet? Ja. Dit is top. Dit zou ook zomaar een kampioen kunnen zijn. Ik schat de kans dat ik win
misschien 70%, ik weet het niet. Ik heb mijn best gedaan en ik heb mijn hele ziel en zaligheid erin gestopt. Dankjewel, Jacques. Alsjeblieft, graag gedaan. Ik ga je zien. Ik ga naar de volgende bak. Top, succes. Tot snel. Tot straks. Hè. Doei, doei. Bye, bye. Wat is er zo leuk aan bakken? Ja, dat weet ik niet. Het is een uit de hand gelopen hobby. Hobby, ja. Ja? Ja, dat is net als de Vierdaagse. Hoe is het begonnen ooit dan? Wat was het eerste dat je dacht van... Oh, dat is al heel lang geleden. Maar ik heb het voor 2 jaar terug weer opgepakt. En dan heb je wat meer tijd, je begint te bakken. En dan mislukt ook wat van alles. Ja. En dan zegt mijn man altijd in de keuken, of die hoort het in, het gaat weer lekker hè, in de keuken. Of je laat het uit de hand vallen. En zit hij, hè? Maar je bent een bofkon met al dat lekkers. Heb je suikerspiegel ook waren? Oh, ja. Maar je zegt, ik heb het 2 jaar geleden weer... Oh, nee, ja, zie. Dat bedoel op, ik nou. Oh, hoe komt nou? Zit er te weinig meel onder of niet? Ja, dat bedoel ik nou. Nou gaat het met de uitzending mis. We kunnen niet zo een beetje... We moeten iets meer eronder hebben, ja. Zo, het komt goed, zie je. Kijk eens goed. Nou, dat is niet mooi. Oh. Komt goed, Wil. Geen stress. Geen stress. Kleinkinderen, je hebt altijd gezegd, je bent een kampioen. Kijk, als je hem dicht maakt een beetje. Oh. Je ziet toch niks meer van straks, of wel? Ik ben niet helemaal tevreden. Misschien is dat de zenuwen geweest, dat weet ik niet. Ik vind hem er geweldig goed uitzien. Ja? Nou. Maar ik zie dat je niet helemaal... Nee. Wat is er niet goed dan? Hij is een beetje... Dit had mooier bollen moeten zijn. Oké. Okay. Dan kan ik je laten zien wat ik in de afgelopen tijd heb gebakken. Ja. Heb ik foto's van gemaakt. Maar goed. Maar goed. Het is niet anders. Het gaat om de smaak natuurlijk ook. Het gaat ook. Om de smaak. En om de binnenkant. En we hebben natuurlijk hier die heerlijke ondeugende krentenrozijntjes met... Met die mandarijnen liqueur. Ja, maar dat mag nou wel. Oké, en dan nu komt de finishing touch. Yes. En ik mag niks zeggen, maar ik ben... Hey, daar is ze. Marieke. Dit is belangrijk. Ja. Ik schat mijn eigen kans wat minder in, want die anderen, ja, die bakken wat langer dan ik. Het is maar een klein stukje rijden naar de finale plek van vandaag. Namelijk het mooie Valkhofpark, met uitzicht op de Waal. Waar het in de Sint-Nicolaaskapel allemaal schijnt te gaan gebeuren. Gieten en in het bijzonder Sandra, oftewel geachte jury, welkom in Nijmegen. Voor jou is het misschien niet de eerste keer in Nijmegen, maar wel misschien de eerste keer dat je zo meteen het Mariekebrood gaat proeven. Ja, eerlijk gezegd wel. Echt waar? Ja. Wat weet je ervan? Nou, ik heb natuurlijk even naar de ingrediënten gekeken en mijn eerste conclusie was dat al mijn guilty pleasures in dit Mariekebrood zitten. Oh, dus je verheugt je erop? Zeker. En het is dus bedacht door Ben, hè? Ja, de vader van Gieten. Ja. En is er nog iets wat ze moet weten als ze straks gaat proeven? Nee, ik zou het vooral op je af laten komen. Ik ben zelf ook heel benieuwd naar de smaak van deze kandidaten. En ik laat me verrassen. Ja. Nou, ze gaan je denk ik verrassen. Want ik ben bij alle drie thuis geweest. Ik ben bij Jacques geweest, ik ben bij Wil geweest, ik ben bij Monique geweest. En ze hebben alle drie hun eigen twist gegeven aan het originele recept. Zijn jullie er klaar voor? Jazeker. Zeker. Dan gaan we naar binnen. Gaan we doen. Ja, en dan is het nu zover. Beste jury, beste vrienden en bekenden, top dat jullie erbij zijn. En natuurlijk geachte kandidaten. En dat alles in het oudste stenen gebouw wat er in Nederland is. Ruim 1000 jaar geleden is dit hier gebouwd. En alles zit nog redelijk stevig in elkaar. Aan jullie nu de eer om jullie eigen Mariekebrood te presenteren. Ja, het viel me op bij het Mariekebrood van Monique dat het wat vlakker was dan mijn brood. Het was wat aan de lage kant. Laat het maar eens zien, je Mariekebrood. Dit is die van mij. Kijk eens. Ja, ik dacht die finale, die kan ik wel vergeten. Ik vond het brood van Jacques er heel mooi uitzien. Het was mooi hoog en heel mooi afgewerkt zag het eruit. Gewoon heel erg netjes. Wauw. Ik vond ze eigenlijk nog veel mooier als die van mij. Dit is mijn Mariekebrood. Ja. Bij het brood van Wil viel mij op dat het zag er niet heel erg netjes uit. Ik vond het een beetje
niet echt heel erg netjes afgewerkt. Nou, wat me opviel aan de andere Mariekebroden is dat ze wat platter waren dan die van mij. En wat in ieder geval al goed is, dat we drie Mariekes zien. En dat is belangrijk, Gieten. Dank jullie wel, wij gaan proeven. Zagen er eigenlijk alle drie heel mooi uit. Eén had misschien net een iets mooier silhouet dan de ander. Wat ik belangrijk vind aan een Mariekebrood, is dat het natuurlijk wel echt als een Mariekebrood uitziet. Hè? Dus met het schabloontje van Marieke erop en lekker poedersuiker eroverheen. En, nou, zo'n mooi rond broodje waar je echt je tanden in wil zetten. Het is net of ik ga trouwen. Nou, zeiden we hem aan. Jij wil beginnen met de roetwist, of niet? Ja, die ziet er toch wel heel erg aantrekkelijk uit. Na, denk ik, hè? Nou, ik ben hier echt zo gek op. Ik zei al mijn guilty pleasures, maar hier zit dus banketbakkersroom in. En ik ben ook gek op tompoesen en puddingbroodjes. Zullen we deze gaan beginnen? Pak ik hier al wat naam van. Waar ik op ga letten bij het jureren. Ik wil heel graag een heel lekker luchtig Mariekebrood. Met goed veel rozijnen en krenten erin. Dus goed gevuld en een heerlijke romig banketbakkersroom. En dan in een goede verhouding amandelspijs. Niet te veel, dat die niet te zoet gaat worden. Hoe is die voor Jan? Ik vind hem lekker. Ja? Maar hij proeft wel iets anders door de liqueur natuurlijk, de smaak. Maar dat proef je wel, hè? Ik vind het niet vervelend. We gaan naar de stoere. Het is heel anders, hè? Hij is heel veel steviger. Dat is wel grappig. Nu proef ik in één keer heel erg die spijs. Ja. Er was één brood, die was echt heel mooi bol. Daar is dus heel echt goed op gekneed, hè? Dat die gluten mooi vrijkomen. Dat het mooi luchtig deeg wordt. Dus dat vond ik echt heel knap. Goed, we gaan naar Bruisbrood. Bruisbrood. Heel anders. Het zou luchtiger moeten zijn door het bruiswater. Ja. En ik heb het gevoel dat dit het meest stevige brood is wat ik eet. Het originele Mariekebrood van je vader. Is er eentje die daar dichtbij komt? Is er eentje die daar dichtbij komt en waar toch een hele leuke touch aan zit. Zoals jullie weten vind ik het belangrijk dat buiten de smaak het perfecte plaatje compleet is. Ja, als ik nou dit brood proef, dan is dat stevig brood. Ja. En nou, daar kan je van houden of niet van houden. Dit is duidelijk veel meer een knapperige buitenkant, romig van binnen. Wat slapper daarmee van structuur. Dat is, en hier zitten dan de nootjes op. Dat is de toevoeging van deze. Dat vind ik wel heel erg lekker. Dat staat er dan. Je geeft hem weer net even iets meer erbij. En die kersen erin. Dat is toch ook bijzonder. Ja. Mm-hmm. Wat is nou het lekkerste van Nijmegen? Ja. Misschien moet ik nog een stukje nemen. Ja? Nou, er was één Mariekebrood, dat sprong er echt helemaal uit. Beste thuisbakkers van Nijmegen, oftewel beste Wil, Jacques en Monique, we hebben genoten van jullie brood. Maar voor onze dank. Maar goed, er kan er maar eentje echt het lekkerste van Nijmegen zijn. Ik geef het woord graag over aan hoofd van de jury, Sandra. En ik zal even heel kort de Mariekebroden afgaan. Als ik bij de eerste begin, dan waren wij meteen helemaal verrukt van het uiterlijk van dit Mariekebrood. Er zat een heel mooi Marieketje op. Lekker van smaak ook. Dit brood, daarvan kan je zien, daar is echt op gekneed en nog een keer op gekneed. En dat is mooi lekker, ja, heel veel liefde erin. Lekker gaan rijzen, hè? Lekker bol geworden. Ziet er dus ook fantastisch uit, die nootjes erop. Heerlijk, we proefden echt die amandelspijs ook. Zalig Mariekebrood. En het laatste brood, maar zeker niet het minste. Knapperig aan de buitenkant viel ons op. Hij loopt een beetje, dus het is net even weer wat anders. Als ik hoor van onze Gitte, dan is dat niet zeg maar hoe het precies hoort te zijn. Dan moet de room zo mooi erin blijven. Maar wij vonden dat eigenlijk wel heel erg lekker. Het was fantastisch lekker. Echt, we hebben enorm genoten van alle drie. Maar er kan er maar één de lekkerste zijn. Hij heeft misschien niet de meest originele vorm, maar door de romigheid wil. Ja, Wil heeft het lekkerste van Nijmegen gemaakt. De lekkerste Wil van Nijmegen. Ja, dat meen ik wel. Goed, schat. Jochem, lieve schat. Dit had ik echt niet zo. Waar komt die emotie nou vandaan? Yes, ik dacht. Ik had het echt niet verwacht. Tegen twee goede bakkers. Want ik bak nog niet zo lang. Yes! Ja, ik ben zo tut. Hoezo? Hoe ben je nou een tut? Je zegt iedere keer dat je een tut en je maakt gewoon het lekkerste Mariekebrood. We waren eigenlijk unaniem met elkaar over eens dat we eigenlijk alle drie die van Wil daar
echt wel uit vonden springen. Ze heeft in haar hele leven 5 keer mariekebrood gebakken. En dat is ook nog de winnares. Dit is toch echt, hè? Dit is echt. Dit is echt, oké. Nee, dat was de repetitie. We gaan hem nu opnemen. Hij is echt lekker. Ja, zo kon het dus gebeuren dat het mariekebrood van Wil gekozen werd tot het allerlekkerste van Nijmegen. En Wil gaat dus door naar de Fancy Fair finale later dit seizoen. Dit was hem weer vanuit Nijmegen. Volgende week zijn we er weer vanuit een andere plaats of dorp in Gelderland op zoek naar het allerlekkerste. Tot volgende week. Nu Wil.